Dames en heren, het is zover. We zijn level 20 in seizoen 4, act 1. En dat betekent dat we kunnen gaan kiezen. Pakken we Dennis Bergkamp? Pakken we de 84 plus keer 20? Of pakken we de 87 plus keer 4? Nou, jullie comments waren duidelijk. Ga voor die 84 plus keer 20 pack. Dus dat gaan we vandaag doen. Ga er lekker voor zitten en dan gaan we gauw beginnen met de video van vandaag. En vergeet het niet mensen, bij de 500 likes op deze video komt er morgen een gloednieuwe Road to Glory voor jullie uit. Dus als jullie elke dag Road to Glory video's willen zien, dan weet je wat je te doen staat. Laat die like achter. En heb je niet geabonneerd, doe het ook zeker weten. Want bij de 100.000 abonnees geef ik 100.000 FC points weg. 84 plus keer 20 pack dus. Heel erg leuk, gaan we ook zeker weten openen. Maar er is wat meer dat we moeten openen en dat staat al klaar in de store. Ik kan dit echter helaas nog niet openen, want we hebben een dubbele speler. En dat is 87 Kobel. En die moet ergens in. En we kunnen heel simpel hem stoppen in een 84x5. Ik bedoel, die kunnen we 3 keer per dag doen. Hetzelfde geldt voor de 85x2's. Er is ook een 87 plus player pick. En die is op zich ook wel geinig om een kans te geven. Dus ik denk dat we hem lekker hier gaan stoppen. En dan is het hopen dat we iets lekkers kunnen pakken. Weinig vertrouwen in met dit soort player picks, maar het is het proberen altijd waard. Nu zie ik ook dat ik echt helemaal niks in de club heb zitten. Echt gewoon compleet op. Dit is wat we allemaal moeten gaan inleveren. Het is een hoop, maar we moeten het er maar mee doen. We krijgen in ieder geval die 84 keer 20 pack. Dus die 83 graded squad moet daarna geen probleem meer zijn. Ik heb ook nog wat andere packs klaarstaan. Die gaan ons ook hopelijk nog net even wat extra spelers geven. En dan is het hopen jongens dat we vandaag uit die 84 keer 20 pack een Future Stars Icon kunnen packen. Dat zou oprecht helemaal perfect zijn. Onze eerste pack van de dag is in ieder geval niet zo heel erg goed. Moroni. En omdat we een dubbele speler hebben, halen we ook nog even snel een player pick. Wie weet zit hier nog een Future Stars Icon in. Het kan allemaal. Komt u maar, jee. Zeker weten niet. Oké. Soms zit het een beetje tegen met de player picks, jongens. En dat was er eentje die je het liefst gewoon vergeet. Small Prime Electrum Player Pack dan is tradable. Het zou leuk zijn om wat coins te vangen, maar als ik dit zo zie, gaan we dat niet doen. De Small Mixed Players Pack stelt eigenlijk vrij weinig voor. Dit zijn packs, die krijg ik dan toevallig. Maar ja, je weet dat je daar niks uit gaat packen. Vanaf nu worden ze leuk daarentegen. Want we hebben een 78x2, een 81x2 twee keer. Een 84+, een 84x4 en een 84x20. Zou toch wel iets leuks in moeten kunnen zitten, zou je denken. In de allereerste pack zit in ieder geval een 82 Tali. Het is oké. Hebben we nodig voor die 83 graded squad. Dus we gaan het gewoon allemaal accepteren. En ik heb dan echt never nooit genoeg in de club voor ook die 84x5 en dat soort dingen. Maar daar gaan we wel een oplossing voor vinden. Dat wordt geen probleem, dat komt wel goed. Dan krijgen we uit een 81x2 als best een 83. Dat is wel een beetje balen. Laten we hopen dat de tweede toch net even iets beter is. Maar het lijkt er eigenlijk niet op. Dit is ook een 83 graded. Of niet eens, dit is een 82 graded. Och, wat een backluck. Nee, ja, jongens, echt niet. En dan denk ik dat we gaan beginnen met de 84 plus keer 20. Want die geeft ons lekker veel spelers. Dus als we dan dubbelen hebben, dan gaan we die laatste squad van die player pick gewoon even doen. Kom op, jij, geef me een icon. Een Future Stars icon wil ik zien. Dit is volgens mij een gewone Future Stars. Oshawola. Nee, dit is Oshiman. Oké, wat zit er nog achter? In ieder geval 88 graded walkout. Dat is niet gek. In die andere pack zat er 87 keer 4. Dus als we meer dan 4 walkouts krijgen, dan was deze pack het helemaal waard. De vraag is of dat gaat gebeuren. Bisek heeft een hele goede centerback kaart. De rating is een beetje laag. Ik denk niet dat we een icon te pakken hebben, jongens. Nee, zeker weten niet. Wel een inform en nog 2 walkouts. Maar ik had stiekem gehoopt op iets beters. En Bisek is gewoon discard waarde. Terwijl hij echt prima stats heeft. En hebben we nog 3 walkouts dubbel. Dus het was de juiste keuze. Alleen geen Future Stars icon. Maar goed, wie weet komt dat nog jongens. Ik hou vertrouwen. Dat moet goed komen. En nu hebben we al deze walkouts. Is het zonde om die 3 walkouts in die laatste 83 graded squad te stoppen? Ik denk het wel. Dus we hebben 2 88's over. En die moeten ergens in. En nu is er dus gisteren een 89 graded rijkaart uitgekomen. En met 1 playstyle plus. De stats zijn oké, maar niet bijzonder. Het is eigenlijk een beetje jammer. Ik had gehoopt op een iets betere versie van Rijkaard. Op zijn minst 2 playstyle plussen. Of op zijn minst 90 defending en 90 physical. Had hem iets leuker gemaakt dan dat hij nu is. Dit is eigenlijk een kaart die niet zo heel veel teams gaat zien, denk ik. We kunnen hem eventueel wel doen. Hij is niet heel duur namelijk. Een 87, 85 en 86 graded squad is zo gedaan. Dus ja, misschien dat we hem maar gewoon moeten gaan doen en dan op de bank moeten zetten. Het nadeel is een beetje, we zijn natuurlijk al bezig met Geertruida. En als hij zijn 88 graded kaart heeft, ja, dan is hij wel beter dan deze Rijkaard kaart. Daarnaast heb ik best wel veel verdedigers in de club zitten. Waaronder zo'n Dante met een even goede kaart. En die kaart was gratis. We hebben een Coates en die kaart ziet er stiekem beter uit.
Alaba, ongetwijfeld een betere kaart. Hincapié is ook beter, denk ik. Boskagli gaat beter zijn. En gewone Bees van Dijk. Ja, die kaart is ook hartstikke goed. Dus ik heb niet echt de kaart nodig. We hebben nu ook Bisek gekregen. Nou, die heeft misschien ook wel een betere kaart. We hebben Tameze al met eigenlijk een betere kaart. We hebben Ibanez met een betere kaart. En we hebben Timber met een betere kaart. Dus ja, dan is die rijkaart eigenlijk een beetje nutteloos om te doen. Maar goed, aan de andere kant, het is wel een Nederlandse centerback. Het is wel geinig om te hebben, toch? Laten we eerst deze drie walkouts maar eventjes verwerken. Kroos gaan we in die playerpick gooien en de 288 is... beslissen we daarna wel. Helaas moeten we hier wel een Team of the Week gaan inleveren. Dat is altijd jammer. Maar goed, we kunnen dit wel zonder al te veel problemen doen dankzij al die spelers. Dus dat is prima. En dan is het hopen dat we hier een leuke kaart uit gaan krijgen. Ik heb eigenlijk geen idee wat hierin kan zitten, wat het een beetje waard gaat zijn. Je hebt een Winter Wildcard Kevin De Bruyne volgens mij. Ik ga het heel even opzoeken wat de beste opties kunnen zijn. Je hebt een Rashford in de Ice vs. Fire. Die zou heel ziek zijn om te krijgen. Je hebt een 91 Rodri kaart. Die zou best wel goed zijn natuurlijk. Verder een Tomori die wel leuk is. Een Rudiger. In de Winter Wildcard zit een Salah of een Courtois. Die zijn wel geinig. Butellas, Van Dijk. Er zitten wel een paar leuke opties in. Alleen laten we eerlijk zijn, de kans dat we iets goeds gaan pakken is heel klein. Kom op je, geef me een lekkere speler. Ja, dit is niet heel goed, hè? Nee, eigenlijk is het heel slecht. We hebben een Marta en een Dabinha. Alle twee hele vergelijkbare kaarten. Ik denk dat Marta net even een iets betere kaart heeft. Maar dit is geen kaart die mijn team gaat zien. Wel een lekkere 89 rated walkout erbij. En dat is niet erg. Kimmich en Paredes moeten ook ergens in. Gaan we dan toch maar rijkaart doen voor het vaderland. Wat we ook zouden kunnen doen, is Salah er nog. We hebben een vervanging nodig voor Zidane. En Salah is denk ik wel echt een hele goede vervanging van Zidane. 86 pace, 88 shooting. Ja, dit is een goede kaart. 10 squats. Ik heb nog meer dan een maand om haar te doen. Nou, oké, dus eigenlijk 8 squats van deze eerste telling niet mee. Het is wel een duur grapje. Maar ik denk dat ik dan liever Salah ga doen. Een 89 rated squat. Of ik er de spelers voor heb, geen idee. We gaan gewoon alles inleveren wat we kunnen inleveren. We hebben Kimmich dubbel en Paredes dubbel. Dus die moeten sowieso weg. Inleveren die hap, zeggen we vaarwel tegen Virgil van Dijk. Maar die gaat ons team denk ik niet zien. Dit leveren we in. En dan zijn we officieel begonnen aan Salah. En dan moet die dus af binnen nu en een maand. Maar dat zou wel moeten lukken, denk ik. Dubbele spelletjes zijn in ieder geval verwerkt. We hebben nog een paar packs klaarstaan. En dan moeten we alle 84 keer 5's en 85 keer 2's nog gaan doen. En wie weet wat daar allemaal in gaat zitten, jongens. Dus we hebben nog zoveel packs te openen vandaag. Dat brengt me bij het volgende punt. Wat denk ik wel een leuk idee is, is om even een comment van de dag in de video te gooien. Bedankt voor alle support op de video van gisteren. Het was super leuk om alle comments te zien. Wil je nou in de video van morgen? Laat zeker weten een leuke reactie achter. En vandaag mag je me laten weten welke Future Stars icon je het allerliefst zou packen. Ik, Roberto Carlos of Ronaldinho. Ik heb het gezegd, kom maar, tradable uit de 50k pack. Waarom niet? Helaas, geen walkout. Een 50k pack van Anus. Maar ja, dat heb je soms. Daar doe je niet zoveel aan. Dus we moeten door. En we pakken helaas geen coins. Eigenlijk heel erg matig. Maar goed, je moet iets. Toch? Wat kunnen we doen? Ik weet wel wat we kunnen doen. Deze 84 plus pack openen. Geef hem maar iets lekkers. Hey, is dit een walkout? Het zou heel erg fijn zijn. CDM, Engels, nee. Dit is een 84, Stanway. Leuk. Misschien dat de 84 plus keer 4 beter gaat zijn voor ons. Is dit een icon? Nee, het is een inform. Is het Gundogan alweer? Ah, oh, damn it. Die hebben we al. Dat is nog een 88 graded speler waar ik iets mee moet. Volgende squad van Salah dan maar, denk ik. En verder alleen maar 84's. Dat is wel een beetje pijnlijk. En dan zullen we waarschijnlijk een 88 graded squad van Salah moeten gaan doen, jongens. En de vraag is, heb ik daar de spelers voor in de club zitten? Ik betwijfel het. We gaan het gewoon proberen. We zien wel. Ik hoef niet eens te kijken wat ik verder allemaal nog wilde inleveren. Want met Del Piero zijn we er al. Wel veel gebruikt, die Del Piero. Echt een hele leuke kaart. Super, super goed ook eigenlijk in-game. Niet zo goed als Zidane. En we gaan Salah natuurlijk halen. Die is nog beter. Dus dit gaat gewoon weg. Hebben we de dubbele spelers verwerkt. En kunnen we door. Wel pijnlijk dat je dat allemaal inlevert voor een 25k pack. Maar ook hier kan altijd iets leuks in zitten. Gaat het waarschijnlijk niet doen. Maar het kan altijd. Zou lekker zijn op de Road to Glory. Maar nee, we packen helemaal niks. Weet je, dat heb je soms. En dan moeten we even gaan nadenken. Want volgens mij zijn onze packs een beetje op nu. Dus we moeten nieuwe gaan genereren. Ik moet nog een 88 graded squad zien te doen. Maar vanaf daar wordt Salah best makkelijk. Dus als die 88 graded squad eenmaal af is, dan zijn we er al bijna. Dus hebben we spelers nodig. Ik denk dat we deze daily upgrades heel veel snel eruit knallen. De silvers kunnen we ook gewoon nog wel een aantal Future Stars packen. En het zou heel erg leuk zijn als dat lukt. Maar goed, die kans is wel heel klein. Dus of dat gaat gebeuren, ik denk het niet. Maar, weet je, het is het proberen wel waard. In de eerste hebben we pech. En dan de tweede ook niet. We hebben het weer geprobeerd. Al deze zilvers en bronzen gaan we gebruiken, jongens. In de Daily Gold Upgrade.
Dan gaan we met alle spelers 80 plus player picks doen. Oké, jongens. 10 player picks klaar kunnen zetten. Niks hoeven uitgeven. Altijd fijn. Laten we hopen dat we nog iets lekkers kunnen pakken. 83, 82, 84 rated. Is allemaal goed. Walkouts nog beter natuurlijk. Maar we hebben gewoon lekkere spelers nodig die we goed kunnen gebruiken bij die 84 keer 5 packs. Zo Müller, helemaal lekker. Gaan we niet omklagen. Deze player pick is iets minder goed, maar we gaan gewoon door. Doen alsof die niet gebeurd is. Kom maar met die Future Stars icon. Ik ben er nog steeds echt keihard naar op zoek, jongens. Of het gaat gebeuren, ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Ik hoop toch stiekem dat we wel één walkout gaan krijgen uit deze 10 player picks. Dus in deze laatste 4 walkouts zou erg fijn zijn, IE. Maar het lijkt er niet helemaal in te zitten. Dat is toch een beetje jammer. Ja, kijk, bronze. Nou, dat is fijn. Houden we er ook nog een 87 in over. Dat is altijd prettig. En nog een 84 en dan de laatste player pick. En dan is het tijd voor 84 keer 5's. En hier is het ook weer een 84'tje. Niet vreselijk. Veel 84's. 1 walkout. Maar het kon ook wel beter. Nou, die eerste squad was in ieder geval geen probleem. Dat is lekker. Ik denk dat we ze er alle 3 wel uit moeten kunnen persen. Zonder een coin uit te geven. En dat is natuurlijk het doel. Dat is eigenlijk altijd het doel. En dan is het hopen dat we een Future Stars icon gaan pakken, jongens. Hoe lekker zou het zijn? Ah, het maakt me niet eens uit welke het dan is. Echt niet. Het zou gewoon zo leuk zijn om deze week te doen. Doen we niet in deze eerste player pick. Helaas, pindakaas. Is dit weer bronze? Nee, we krijgen trend hier. En het is ook de enige walkout in de pack. Oef, die is pittig. Waar is die pack look vandaag, jongens? Waar is die pack look? Ook de volgende squad was geen probleem. Dat is fijn. Het is alleen hopen dat we iets beters krijgen dan in de vorige. Want die was echt niet goed. En dat overdrijf ik niet eens. Die was gewoon echt niet goed. 1,86 uit de 84 keer 5. Daar doen we het niet voor. We willen walkouts zien. We willen Future Stars zien. En misschien een Future Stars icon. Maar dat moet dan natuurlijk wel gebeuren. Krijgen we weer niet. Het is wel weer een walkout, gelukkig. En is het weer trend? We krijgen back-to-back trend. Dit keer is het een dubbele walkout, dus er zit nog iets achter. Dat is fijn, maar het zit niet helemaal voor niks. We hebben weer 88 rated walkouts nodig. Dus als we er eentje kunnen pakken, of 89 Casemiro, ook helemaal goed, is dat alleen maar prettig. Want dat komt ons bij Sawa echt heel erg goed van pas. Laten we gauw doorgaan naar de derde 84x5. En dan zitten ze er alle 3 alweer op. Zo, ook de derde hebben we kunnen doen. Dat is allemaal lekker, helemaal goed. Geen informs teruggekregen, dat is een beetje balen. Geen Future Stars nog, dus hopen dat dat in dit laatste gewoon lukt. Het hoeft dan niet eens een Future Stars icon te zijn. Ik wil gewoon een paars flairtje zien, heel simpel. Bless the road to glory met iets lekkers, IE. Kom op, ik weet dat je het wil. We krijgen helemaal niks weer. Top dit, echt goed. Is het Saka of is het Meat? Meat hebben we al, dus dat zou een beetje balen zijn. Het is Saka. Het is ook de enige walkout in de pack. Deze 3 waren niet goed vandaag. Komt u maar, geef me even iets lekkers, IE. Het is een walkout. Dit is een 88 rated. Als het een dubbele walkout is, zijn we binnen. Dat is het niet. Nou, het is wel weer een 88 ratedje voor Sawa, dus het is niet slecht. En een informpie. Nice. En het liep de game vast. En er is een update. Weet je wat? Dan houden we het voor gezien voor vandaag. We hebben een 84 keer 20 gedaan. We hebben best wel een hele hoop lekkere spelers gepakt. En we zijn een stapje dichter bij Sawa. Ik wil u bedanken voor het kijken naar de video van vandaag. Vergeet niet te liken, reageren en abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe video. Later.